In deze aflevering praat ik met Robert Ernest over het leven van een Principal Cornet. Los van het feit dat je de solo's doet, voel ik het ook een beetje alsof je een beetje een voorbeeldrol hebt. Welkom bij Achter de Muziek, de podcast over blaasmuziek. In deze podcast praat ik met componisten, dirigenten en muzikanten over hun vak. Dit seizoen maak ik de podcast in samenwerking met CU Brass. En de eerste gast van dit seizoen is Robert Ernest, principal van de PBG, Provinciale Beraadsmand Groningen. Ja. Welkom Robert. Bedankt, superleuk om hier te zijn. Goed, ik ga meteen een hele moeilijke vraag stellen aan jou. Kun je jezelf beschrijven in 3 woorden? Oei. Ambitieus, dat is 1. Gedreven is eigenlijk een beetje hetzelfde. God, wat een moeilijke vraag zeg. Ja, lekker hè? Je knalt hem er meteen ook in. Nou, je bent in ieder geval ambitieus, dus dat is ja, geld. Ja. Ambitieus. Muzikaal moet er ook wel bij. Als we toch aan achter de muziek de podcast doen, dan moet muzikaal er ook bij. Minimaal. Ja. En eigenwijs. Oké, eigenwijs, leg eens uit. Ik neem niet snel iets aan van andere mensen. Oké. Ja. Dus je neemt niet snel iets aan van andere mensen? Ja, nou, het is eigenlijk in het hele leven hoor. Maar als mijn familie dit hoort, dan beginnen ze nu ook al te lachen, denk ik. Ik heb veel eigen meningen en daar sta ik ook voor. En je moet wel van goede huizen komen, wil je mij kunnen overtuigen. En ik ben niet snel over te halen, zeg maar. Dus, Oké. De eerste, ambitieus. Ja, we gaan altijd voor het allerbeste en het hoogst haalbare. We zijn wat dat betreft ook weinig compromissen. Oké. Ja. Heftig? Ja, best wel. Voor sommige mensen wel. Ik neem niet snel genoegen met iets minder dan het allerbeste. Dus dat, En is dat alleen het muzikaal vlak of in alles? Met alles. In alles. Ja. Dus het allerbeste en stront eigenwijs. Ja, leuke combi, hè? Echt gezellig. Ja, mooi. Maar de mooiste, muzikaal. Ja. Nou ja, die hoeven we niet uit te leggen, maar misschien kunnen we er wel even in door. Misschien muzikaal, je speelt natuurlijk nu bij de PBG, zit je op de Principal Cornet. Mooi plekje. Lastig plekje, denk ik. Ja. Kun je ons eens meenemen naar het proces van bijvoorbeeld je eerste muziekles tot aan dat je bij het PBG op het hoekje zat? Ja, ik ben begonnen. Ik kom oorspronkelijk uit het zuiden van het land. Ik ben begonnen bij de plaatselijke harmonie in Roosendaal, de Gildenzone. Toevallig op cornet, dat is echt puur toeval, want er was geen trompet. Dus ik kreeg dan het enige instrument wat nog over was. En dat was toevallig een ouderwets cornetje. Een paar jaar later, toen kreeg ik dan mijn eerste trompet. En dan van het leerlingorkest naar het A-orkest, hoe eigenlijk bij iedereen wel gaat. En langzaamaan een stapje genomen naar de regionale orkesten, dus regioorkest West-Brabant. En Brabantse Vaarorkest ben ik uiteindelijk toen terechtgekomen. En toen kwam ik voor mijn studie in Middelburg terecht. En daar hebben ze een university college. En dus daar ben ik op kamers gegaan. En toen had ik een bijbaantje als badmeester in het zwembad in Domburg. En toen kwam ik echt puur toevallig, liep ik naar de bus. En toen hoorde ik op maandagavond daar ineens een orkest spelen. En dat bleek Apollo een brassband te zijn in Domburg. En toen ben ik naar binnen gelopen en daar ben ik toen eigenlijk, dat was mijn eerste brassband ervaring. Dus dat ben ik toen op die manier ingerold, toen op Escornet. En via daar ben ik dan bij Delta gekomen. Delta Brass bestaat niet meer. Overigens wel een gemeenschappelijke deler van de orkesten waar ik vroeger bij gespeeld heb, zijn er best veel die niet meer bestaan. BFO, Delta bestaat ook niet meer. Dus ik hoop niet dat een soort lijn is of zo. Dan laten we het hopen van niet, nee. En toen verhuisde ik voor mijn studie naar Groningen. Master Neurowetenschappen toen. En toen heb ik eigenlijk gewoon orkesten aangeschreven. Zo van, goh, kunnen jullie nog een trompet of een cornet gebruiken? En
Ja, het PMG was veruit de snelste. Dezelfde avond kreeg ik nog te horen van... Ah ja, schrijf maar aan. En we hebben donderdag concert op Waagplein. En kom maar kijken. Kijk of je het leuk vindt. En toen was ik meteen verkocht. Toen zat ik meteen de vrijdag daarna op de repetitie. Oké. Ja. En waar ben je begonnen in de band? Vierde stoel. Oké. Ja. En toen hard gewerkt en... Ja. Doorgegroeid. Ja. Zoals volgens mij bij iedere band, het verloopt best wel veel. Dus dan gaat er iemand weg van voorste Rijlinde, ging toen naar Bugel. Marcel Visser, die stopte toen. Dus dan schrijf je er langzaamaan een beetje door. En toen heb ik een tijdje naast Johan van der Laan gezeten. En die stopte op een gegeven moment ook. En dat was niet de mooiste periode bij PBG, maar dat... En eigenlijk een beetje te snel, denk ik, heb ik toen zelf gezegd van... het is lastig om iemand te vinden die daar op die stoel gaat zitten. Dus laat ik... ik wil het wel proberen. En toen zat ik er. Proberen met in het achterhoofd ambitieus het beste uit de kan en onderste uit de kan. Toen was ik nog wel een beetje jonger. Ik weet niet of je dat herkent, maar dan is je zelfbeeld toch nog een beetje anders. En dan denk je van, ik doe dat wel en ik kan dat wel en dat komt wel goed. En achteraf had ik dat denk ik beter een beetje rustiger aan kunnen doen. Maar dat, die stap die hebben we toen gezet. En, dat het resultaat is. Nou ja, ja. Toch? Ik zit er nog steeds. Dus dat is dat. Goed teken. Goed. Begonnen in het zuiden van het land. Kun je ons meenemen naar dat eerste moment dat je zo'n koperen blaasinstrument zag? Hoe ging dat? En wat triggerde jou om dat te willen? Ja, mijn ouders die komen uit een hele muzikale familie. Mijn vader speelt euphonium, mijn moeder speelt saxofoon. En grappig dat je dit vraagt eigenlijk. Want dat ik dus die cornet in handen kreeg, ik kreeg daar heel lang geen geluid uit. Dus mijn vader vertelde dan wel hoe het moest. En ik kan me nog echt mijn eerste noot erin. Dat was in de badkamer. En dan gewoon heel hard blazen. En toen kwam er opeens geluid uit. Ik weet dat het was... Volgens mij gaat dat ook heel vaak zo, dat je niet echt een keuze hebt voor een instrument, maar je neemt gewoon wat er nodig is in het orkest en wat er nog over is. En dat krijg je dan in je handen geduwd en daar ga je dan op verder. Ja. Ga jij dit maar doen? Ja, precies. Ja. Hierzo, alsjeblieft. Dus dat waren de eerste stappen op de cornet. Ja. Dus meteen van begin af aan wel cornet. Ja, ik heb niet eerst blokfluit gedaan of zo. Nee, dat, Leuk man. Ja. Je bent daar dus terechtgekomen. Dat betekent waarschijnlijk of aan de ene kant heel veel talent of misschien toch wel heel veel oefenen. Daar komen we straks nog wel even op. Ja. Maar hoe ziet jouw oefenpraktijk eruit? Wat doe jij ervoor? Hoe ziet jouw dagelijkse oefensessie eruit? Of misschien heb je er wel geen. Ik ben benieuwd. Ik heb niet een vaste structuur. Ik studeer wel een uur per dag. Maar ik heb niet meer tijd. Dus ik werk gewoon overdag. En dan er moet gekookt worden. Boodschappen, sporten af en toe ook nog. En dan blijft er maar de beperkte tijd over. Dus ik heb niet een heel vaste structuur. Wat andere mensen denk ik wel hebben met zoveel tijd warming up. En het is bij mij vrij snel van hij doet het en we gaan los op die partijen. Wat eigenlijk heel jammer is, want ik denk dat je heel veel meer baat hebt bij dat je met de basis bezig gaat. Maar die tijd heb ik niet. Dus dan is het gewoon... 10 minuutjes even wat toonladdertjes en daarna de partijen los. Maar hoe benader je zo'n partij? Want die partijen zijn best lastig. Je wordt al die Send and Stars. Dat was niet heel, heel makkelijk bijvoorbeeld. Nee. Heb je daar een bepaalde aanpak in? Hoe je dat benadert? Ja. Metronoom is alles. Ik doe echt niks zonder metronoom. Ook al is het echt heel langzaam, dan nog staat die metronoom altijd aan. En dan gewoon super langzaam beginnen. En totdat je er knettergek van wordt. En dan langzaamaan steeds een beetje sneller. Dat is, ja. Dat advies geef ik ook wel vaak, maar ja. Toch geloven ze het niet altijd, hè? Nee, maar het is wel echt zo. En, het is echt zo. Ja, het helpt. En er zijn ook best wel veel mensen die... Want Linda doet het eigenlijk op precies dezelfde manier. Ik heb het eigenlijk van Linda geleerd. Maar als we dan met een groepje samen thuis toeteren of zo, dan worden ze knettergek van die metronoom. Die gaat dan ook echt in alle onregelmatige maatsoorten in achtstes. En dan, ook al is het tempo 300, dan takken, 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 takken. En dan als het maar gewoon... Dat klinkt heel herkenbaar. Dus, het is goed om te horen dat meer mensen dat doen. Dat is, ja.
Wat voor andere tips, hè, kun je nou bijvoorbeeld geven aan ambitieuze muzikanten? Aan ambitieuze amateurmuzikanten? Wat voor tips zou jij mensen meegeven? Hoe benaar je dat om steeds een stoeltje verder te komen of toch die partij te kunnen? En dat begint eigenlijk, denk ik, maar het is wel echt een hele belangrijke, dat je heel veel luistert naar muziek in het algemeen. Vooral ook naar het instrument wat je zelf bespeelt. En zodat je dan, zeg maar, een duidelijke... Naar wie luisterde jij? Ja, veel? Alles en iedereen. Alles en iedereen. Richard Marshall, Tom Hutchinson, Kyle Lawson vind ik geweldig. Maar ook buiten je instrument. Dus trombone muziek of hoog boven mijn part zang is ook... Zodat je een duidelijk idee krijgt bij de muziek. Maar ook wat is nou mooi en wat is niet mooi. Zodat je, ook al zijn het top stermuzikanten, dan kan ik nog denk ik wel zeggen van, god, dit vind ik wel mooi en dit vind ik niet mooi. Zeg maar. Je moet echt voor jezelf een heel duidelijk beeld hebben van wat werkt wel, wat werkt niet. Wat vind je mooi in bepaalde opnames, wat vind je juist niet mooi. En vervolgens moet je dat dan naar jezelf vertalen. Dus je moet dingen gaan toeteren en je moet daar dan wat van gaan vinden. Ja, klopt dit nou bij wat ik zelf mooi vind? Ik heb wel eens een uitspraak gelezen of gehoord van iemand die legde heel goed zijn in muziek als volgt uit. Ergens heel goed in zijn in muziek is gewoon goede smaak hebben. Dat je donders goed weet wat is nou echt mooi en wat is nou echt niet mooi. En dat heel specifiek weten. Zou je dat zo ook kunnen omschrijven wat je nu net aan mij uitlegt? Ja. Denk wel dat het, wat ik bedoel is nog breder dan dat. Dus het gaat ook over welke klank vind ik nou mooi. Maar ook inderdaad in detail van waarom werkt een bepaalde frasering wel en een andere frasering werkt helemaal niet. Werken bedoel je denk ik ook vooral of het voor jou werkt. Ja. En niet zozeer in het algemeen, denk ik. Ja, klopt. Ja, want dat is voor iedereen heel anders. Dus wat jij mooi vindt, dat kan ik misschien helemaal niet mooi vinden en andersom. Nou goed, dan moet je dus de vertaling maken naar wat je zelf aan het doen bent. En tegenwoordig is het heel makkelijk om op te nemen. Merken we nu. Zeker weten. En dat doe ik dus ook super vaak. Dus eigenlijk staat mijn telefoon... ik heb zo'n microfoontje wat je dan in je telefoon kunt klikken. Dat ik een beetje meer kwaliteit heb van geluid, anders word je heel depressief. En dan, dat staat eigenlijk gewoon de hele tijd aan dat ik aan het repeteren ben. En dat luister ik terug. Dan moet je diezelfde lineaal die je zeg maar langs die opnames gelegd hebt, vind ik, ook langs jezelf leggen. En dan zeggen van, goh, ja, dit is niet mooi, dit is wel mooi. Deze zin klopt wel, deze zin is niet zo mooi. En experimenteer je daar ook mee? Dat je een zin op die manier probeert en daarna op die manier dat is luisteren? Ja, het is niet zo dat in één keer... misschien dat er mensen zijn waarbij het wel in één keer gaat. Maar dat is bij mij wel een beetje zoektocht, zeg maar. Dat inderdaad gewoon uitproberen. Ademhalingen, crescendo, decrescendo, tempo een beetje aanpassen, dat soort dingen. Ja. En dan komt er op een gegeven moment iets uit wat hopelijk heel mooi is. Oké. Nog meer tips? Kritisch zijn. Altijd kritisch zijn. Kan altijd beter, het kan altijd mooier. Ja, en dus dat is dus de ene. Dus als je dus jezelf terug gaat luisteren in die opnames, dan moet je hyperkritisch zijn. Dus echt op alles zout leggen en pieterpeuterig. En als iets goed is, dan doe je 3 keer achter elkaar en dan kijk je of dat het inderdaad 3 keer hetzelfde is. En op het podium moet je jezelf behandelen alsof je een kind bent van jezelf of zo. Heel lief en aardig. Want op het podium dan gebeuren dingen en... Als je dan nog zo kritisch bent, dan weet ik niet of dat helemaal goed gaat. Nee, tenminste, in mijn ervaring niet. Maar klopt. Nee, dan moet je een beetje lief zijn voor jezelf. Helemaal waar. Nou, dat zijn hele mooie tips. Ik denk dat mensen daar misschien wel wat mee kunnen. Ik heb nog een hele andere vraag. En die heeft meer te maken met je blazen buiten de PBG. Want je speelt ook wel eens in het buitenland. Volgens mij Flowers, heb ik dat goed? En Festival in België. Ja. Zijn 2 andere bands uit andere landen. Wil je ons dus meenemen door de verschillen en overeenkomsten die je daar ziet in hoe er gerepeteerd wordt en hoe jij dat ervaart? De Flowers is... Dat is echt een Engelse topband.
En je merkt dat in Engeland de hele cultuur een beetje anders is. Hoe anders? Ja, ik vind het daar meer topsport. En in Nederland, en België ook wel, is het een beetje hobby. Snap je wat ik bedoel? Ja. Maar waar uitzicht dat erin? Nou ja, bij PBG bijvoorbeeld, en dat is de waar ik het meeste mee kan vergelijken natuurlijk. Daar hebben het is een echt een verenigingsclub. Dus het is super gezellig en we streven het allerhoogste niveau na. Maar je merkt dan als je dan bij Flowers bent, dat het wel echt, het gaat om de punten. En over het algemeen kent iedereen zijn partij vanaf de eerste repetitie gewoon van voor naar achter, zeg maar. Ja. En van achter weer naar voor. En daardoor werkt het veel sneller eigenlijk dan Nederlandse of Belgische bands. Waar je toch wat op de repetitie gewoon meer bezig bent met ritmiek en toch wat loopjes en zuiverheid en zo. Dus dat is wel een groot verschil. Bij Flowers, het is ook een gezellige band, maar die gezelligheid die staat echt op een bijspoor, zeg maar. Ja. Het gaat vooral om het toeteren. Ja. En je zegt het gaat om die punten. En hoe merk je dat dan in de repetitie? In bijvoorbeeld hoe een dirigent werkt met die mensen? Wat zit daar dan? Wat maakt het anders? Waar merk jij dat aan? Ja, bij PBG doen we heel veel uit de muziek omdat we het mooi vinden. En bij Flowers wordt er heel erg gedacht van dit staat er. En dat heeft deze articulatie en dat moet je in de box kunnen horen. En dus dat is echt vanuit de jurysport. We voeren het kuntje uit. Dit is wat er staat. En dat muzikale idee, dat is leuk. Daar kun je wel wat extra's uithalen. Maar dat is zeker niet de hoofdmodus. Nee, precies. Dus gelijk, recht en alles moet kloppen. Ja, als een machientje moet het dan wel. Ja, precies. Ja. En dan willen we dat natuurlijk in Nederland, waar we het meer hobbymatig doen, natuurlijk ook wel. Maar daar hebben we ook nog wel eens een idee over de muziek. Ja. En dat is daar dan minder. Ja. Oké, interessant. En België dan? Is dat dan echt één op één met Nederland? Of toch nog een kleine andere cultuurverschilletjes? Het lijkt wel heel erg op wat we in Nederland doen. En hoe is het voor jou anders? Want jij bereidt je op een bepaalde manier voor om op de repetitie bij de PBG te gaan zitten. Maar je bereidt je denk ik anders voor als je naar Flowers gaat. Waar zit daar het verschil in? Alles kennen, denk ik, als ik het net hoorde. Ja, dus dat is wel echt... De eerste keer als je dan bij zo'n band aankomt, dat is vind ik echt heel eng. Dat is heel spannend. Want je hebt geen idee hoe iedereen er is. Hoe goed iedereen voorbereid is. Dus je bereidt jezelf zo goed mogelijk voor. Maar ja, is dat dan wel genoeg? Ja, dan kom je... Als die eerste repetitie helemaal gehad is en je merkt van... Oh, iedereen is aardig en iedereen maakt grapjes en een hele lekker ontspannen sfeer. Dan is dat ook wel weer klaar. Dat eerste moment is wel echt, dat is wel echt heel spannend. Bij Flowers met Brass in Concert zat ik op de tweede stoel. Maar bij St. Dennis, een paar jaar eerder, was ik echt op het hoekje. Dus ik kende daar helemaal niemand. En dan is het gewoon, laat me horen dan hoe je het kan. En dat is echt vreselijk. Ja. Wel heel leuk, maar de eerste momenten zijn echt... Wil je liever een luikje zo van, takel mij maar naar beneden. Ja, precies. Ja. En die eerste repetitie dat je daar binnenkomt, die wordt onthaald, denk ik. En ik weet niet hoe voor jou die ervaring was, maar was dat een volledige repetitie? Met de hele band? Ja. Nee, ik kan me nog herinneren dat ik ook ergens mee mocht spelen. En dat mijn eerste repetitie, solistenrepetitie met één S-bas was. Dat vond ik ook wel heel confronterend. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Zo van, daar zit je. Daar zit je dan even. Ja. Doe maar even. Maar ja, wel een hele leuke ervaring, denk ik. Ja, superleuk. Nou, en stel je nou voor... ik kan me voorstellen dat er misschien mensen in Nederland zijn die dat ook wel eens willen meemaken. Hoe ben jij tot die contacten gekomen, bijvoorbeeld? Ja, daar moet je denk ik een beetje geluk mee hebben. Dennis Vork doet ook heel veel in het buitenland. En ik heb het geluk dat hij wel eens niet kan. Dus dan vragen ze mij. Okay. Eigenlijk via hem. Dus het is, je moet een beetje ingangetjes hebben, zeg maar. Ja, precies. Ja. Hopen dan dat een goede tip. Ja, word vrienden met Dennis Vork. Nou, precies. Word vrienden met Dennis Vork. Dan komt het allemaal goed. Ja. Nou, een beetje geintje natuurlijk voor Dennis. Maar dat mag wel, hè? Ja. Dennis vindt het denk ik helemaal niet erg. Goed, en bij festival, daar heb je ook mee gedaan. Nou, dat zal ongeveer op eenzelfde manier zijn gegaan. En hoe voelt het dan om daarheen te gaan? Is dat een beetje dezelfde spanning of niet? Daar ben ik inmiddels al wel vaker geweest. Afgelopen keer op de Belgische was er een laatste moment uitvaller daar in de band. En
Ik had eigenlijk gezegd, want Linda helpt daar ook wel eens mee. We hadden eigenlijk besloten om dat niet te doen, dat we het heel druk hadden. En toen was er dus een laatste een uitval echt voor mij de week ervoor. En toen belden ze me op en kun je dan toch alsjeblieft meedoen, want anders dan lukt het allemaal niet. En, en je zit daar ook met hele vrij strenge regels met wie wel en wie niet mag meedoen. Is dat in België ook zo? Ja, alleen directe buurlanden. Dus Engeland mag dan ook alweer niet. Ah, oké. Okay. Dus Nederland, Frankrijk en Duitsland volgens mij. Ja, op die manier. Dus die groepje van mensen die je kunt vragen is ook vrij beperkt. Maar toen kwam ik dus echt laatste moment. Ik heb volgens mij 2 repetities gedaan voor 2 grote werken. Zijn de Stars en die kende ik natuurlijk al. Ja. Maar ook die andere van die Sinfonietta nummer 1 van Croza geloof ik. Die ik niet kende. En dus dat was op die manier was dat wel heel spannend. Ja, snap ik. Maar die mensen ken ik wel beter. Dus, ja. Dus dan weet je een beetje hoe dat daar werkt. En die rol van principal. Is dat in al die landen gelijk? Is dat dezelfde rol? Of is het in Nederland bijvoorbeeld veel meer, we doen het samen. En in Engeland, die zit op een eilandje, ik noem maar wat. Is dat een andere rol? Of is dat gewoon precies hetzelfde? Ik denk dat hangt een beetje vanaf hoe de principal het zelf invult, denk ik. Ik denk dat het best wel wat verschilt tussen de ene band en de andere band. Maar in principe denk ik dat het overal wel een beetje vergelijkbaar is. Los van het feit dat je de solo's doet, voel ik het ook een beetje alsof je een beetje een voorbeeldrol hebt. En dat betekent dat je toch altijd een beetje met je partij moet verzorgen dat je een beetje voorloopt, zeg maar. En je hebt daarin gewoon wel een bepaalde verantwoordelijkheid en een beetje sturende rol. Hè? Dus de dirigent is de baas, maar binnen je sectie kun je best wel dingen zelf opnemen. Dan komt die derde eigenwijs wel weer mooi op de voorgrond misschien. Ja, precies. Ja, dat klopt. Ja, leuk. Dit zijn hartstikke leuke antwoorden al. En een item wat ik dit seizoen wil gaan toevoegen zijn wat vragen van kijkers en luisteraars. En daar hebben we een Facebookgroep en die heet ook Achter de Muziek op Facebook. Kunnen jullie allemaal lid van worden trouwens. En dan post ik daar heel veel informatie over met wie we gaan praten en wanneer. Ja. En dan kunnen we ook vragen achterlaten. Nou, had je hem zelf ook al even gedeeld en daar zijn best wel wat reacties op gekomen. Dus ik ga even een paar van die vragen met je doen. Ik had het net over die groep. Die link kun je trouwens vinden in de show notes straks. Als je zit te luisteren, dan ga je hier naar beneden en dan kun je zo naar die groep toe en dan meld je even aan. En de eerste vraag was direct van Pieter van Diepen. Want die had even op jou geklikt binnen die groep. En er stond eerst nog geen lid van die groep. En toen zei hij, why not? Nee, dat is een hele goede vraag. Dat ga ik zo meteen regelen. Nou, hartstikke goed. Ja. En een hele leuke vraag van Melvin van der Vis. Ja, to vibrato or not to vibrato. En dat is misschien wel een heel leuk onderwerp om het eens even over te hebben. Ja. Want het vibrato gebruik in Nederland is niet altijd heel erg veel. Nee. In Engeland iets meer, denk ik. Ja. Dus jouw ideeën? We kunnen daar bijna een aparte hele podcast over maken, denk ik. Ja, dat kan wel, ja. Dan moeten we dat iets later in de serie misschien een keer doen. Nee, het is wel een super interessant onderwerp. Vooral ook, het is een beetje een grapje natuurlijk, want er is een beetje een soort van ja-nee spelletje tussen de noordelijke bands en Schoonhoven ook wel een beetje. En het grappige was dat we vorig jaar in de zomervakantie, we hebben zo'n soort projectband, PPJBH, De Brass. Ik ken het ergens van, ja. Ja, hè, vaag komt het misschien bekend voor. En dan waarin allemaal verschillende muzikanten van verschillende bands samenkomen en mooie muziek maken. En vorige keer waren er op de voorste rij, zaten er ook 2 van Schoonhoven, Erik en Dennis zaten er. En Dan is er een beetje een cultuurclash wel tussen de Noorderlingen die eigenlijk vrij strak spelen en Dennis en Erik die heel erg veel vibrato spelen. En Rieks die dirigeerde en meteen met het eerste koraal sloeg hij meteen af. Zo van nee, dit soort vibrato dat doen we hier niet hoor. Gewoon strak en dat is mooi. Dus er is een beetje discussie in Nederland, zelfs in Nederland al, tussen het orgelachtig. Wat we hier in het noorden een beetje aanhouden. En een traditionele brassband, misschien wel een beetje opera-achtig, wat Schoonhoven doet. Ja.
Ja, en ik speel in een noordelijke band, dus ik ben aanhanger van de, in principe van de orgeltheorie. Ja. Oké, okay, ja, mooi. Dat betekent niet helemaal geen vibrato, maar in, ja, in de akkoorden zo strak mogelijk, ja, redelijk strak. Rechtdoor. En dan in de, mag het in de top een beetje zingen. Ja. En dan ben ik heel blij dat ik in de, bij de top hoor, dus dan, dan kun je dan toch nog even de top van het akkoord mag een, ja, beetje, een beetje zingen. Ja. Ja, dat is mooi. Ja, ik zit even te bedenken hoe dat bij Soli altijd was. Ik denk dat wij van de noordelijke bands wel misschien wel vrij veel vibrato gebruiken. Ja, ten opzichte van een aantal anderen, ja. Ja. Persoonlijk doe ik het gewoon heel veel, volgens mij. Ja, ja, want ik vind de eufonium, dat is ook wel mooi. Dat is ook een beetje de top van de lager. Dus, ja, ja, precies. Nou, we komen er mee weg. Hè? Ja, ja, precies. Ja. Ik heb nog een hele serieuze vraag trouwens. En die is van Johan Heerlien. Dat is echt een topfan van het eerste uur van de podcast. En wat is jouw mooiste muzikale optreden of herinnering? Ja, dat is een hele moeilijke, want het, ik zag hem ook al voorbij komen, dus ik had er al stiekem even over nagedacht. Maar dat komt omdat je heel snel dingen vergeet. Ja. En zo'n seizoen is best wel een beetje druk en de mooie momenten die zijn er eigenlijk in ieder seizoen wel. Maar ja, pas als je er echt over na gaat denken, dan schiet je toch ineens weer nieuwe dingen te binnen. En het is heel makkelijk om te zeggen dat het de wedstrijden de hoogtepunten zijn. Maar ik ben wel een wedstrijdman, maar niet zozeer een uitslagman. Mooiste wedstrijdmoment wat mij betreft was met PBG op de EBK in Montreux met Dirk Cassandra. Dat je zo'n moeilijk stuk hebt. Wat eigenlijk, ja, waar geen opnames van zijn, waar je zelf vorm aan moet geven. En in zo'n zaal, op hetzelfde stoeltje als al je helden, dat vond ik wel echt heel mooi. En ik vond Red Bad heel mooi, een paar jaar geleden op de MBK. En dat had niet zozeer een muzikale reden, maar dat was vooral de lading die erbij kwam. Hè, Richard zijn laatste, ja, MBK. En daar gebeurde iets heel moois op het podium. En die ga ik ook niet snel vergeten. En concerten zijn er wel een aantal ook die wel echt heel mooi zijn. Een van mijn eerste concerten met PBG was een nieuwjaarsconcert in Duitsland. Van mij 2011 of zo, dus al best een poos geleden. Dat was in een oude een verbouwde bibliotheek. Dus de binnenkant was vrij modern, maar de buitenkant was heel oud. En daar speelden we toen met Lydia Hunjore, een Noorse zangeres. Okay. En dat publiek was echt uitzinnig. En dat is me altijd wel bijgebleven. En laatst hadden we nog een concert met GVO. Op 9 december was dat. En dat was dan op een andere manier weer heel vet, want daar viel juist muzikaal alles samen. Dus dat was juist, dat klopte allemaal. Het was, ja, in de Martinikerk met orgel en dat had ik heel veel kippenvel momentjes. Ja, dat zijn de mooiste momenten. Ja, kippenvel is meestal wel een goede indicator. Ja, dat klopt. Ja, klopt. En wat je ook nog eens vraagt, wat zou je nog graag eens willen doen of meemaken, muzikaal gezien dan? Ja, ik wil nog wel een keer Nederlands kampioen worden met PBG. Maar dat is een beetje een makkelijk antwoord. Wat nog echt op mijn bucketlijst staat, is het spelen in de grote wedstrijden. De British Open in Birmingham. Welke heb je al meegemaakt? Nou, ik heb nog niet zoveel meegemaakt. Dus de regionals. De regionals. Nationals al een keer gedaan dan? Nee, nog niet. Okay. Dat is in de Albert Hall, dus die staat er ook op. Ja. Wat ik net vergeet. Zie je, dan schiet er dus weer een te binnen. Dat was met Flowers op de Brass in Concert. Dat was ook fantastisch. Ja. En dat komt ook omdat ik dan één stoeltje verder naar links was, wat het een stuk relaxter maakte. Maar het publiek was heel speciaal. Volgens mij 2.500 man publiek in die zaal. Zo. Hele mooie zaal. En best veel show en hele afwisselende muziekstijlen. Dus daar heb ik echt van genoten. Maar die wedstrijd heb ik dus al. Die heb je al? Die heb ik al. Nationals zou ik nog heel graag een keer willen doen. En British Open. Oh, dat lijkt me een mooi streven. Ja. Kijken, een hele flauwe vraag van Glenn. Doet Linda je kleren of doe jij dat zelf? Ja, doe ik zelf.
Nou, ja. Glenn, dus je kunt er ook meteen inhuren. Ja, ja. Vertel al, waarschijnlijk heeft Glenn een manager voor zijn kleren. Dus, Hij kan mijn kleren niet aan, want dat is maar heel klein. Dus, Oh ja. Het is vermaakt worden, denk ik. Nou, dan moeten jullie het samen nog met je over hebben. Ja. Lijkt me verstandig. En dat was een leuke vraag van, volgens mij, iemand die bij jou bij de PBG speelt, van Rinze Ietsma. Ja. Wat maakt nou een echte principal cornetist? Ja, dat is ook, vond ik ook best wel een pittige. Ja, snap ik. Ja, we hadden het er net al een beetje over dat je moet natuurlijk je instrument kunnen beheersen. Ja. Maar het heeft een bepaalde verantwoordelijkheid. Ik denk dat je een soort aanspreekpunt bent binnen je sectie. Dus als mensen ergens tegenaan lopen, dan is het makkelijker dat ze eerst even mij aanspreken voordat alles via de dirigent gaat. Want die wordt al op een gegeven moment ook knettergek. Vind ik een hele goede tip dit. Ja? Ja. Regeldingetjes ook. Dus ik doe best wel... ik organiseer de sectierepetities en zorg dat er genoeg sectierepetities ingepland zijn en zo. En dus voor oplopen in je partij, daar hadden we net al over. Ja, een goede... het verschil tussen een toetiespeler en de principal is, denk ik, een beetje bravoure. Ik denk het wel. Ja, ja? Je moet het echt leuk vinden om in de spotlight te staan. Dat betekent dat je boven je partij moet staan. En als dat niet helemaal lukt of niet tot de mogelijkheden behoort, dan moet je ook daarmee moet je wel een beetje op de bluff er doorheen kunnen komen. Ja, zeg maar. Precies. Dus je moet daar wel een beetje voeling mee hebben. Ja. En goed, hij vraagt ook nog, wat maakt jou dan een echte principal? Maar dat lijkt me dan al deze elementen. Ja, ja, een beetje, ja wel. En dat is dat ik eigenwijs ben. Dat, heel goed. Dat is een mooie, En hoe sta je er tegenover? Want je hebt natuurlijk ook wel principals die in die spotlight willen staan. Maar dat betekent ook dat je de solo's natuurlijk moet spelen, maar ook moet kunnen spelen. Maar ook moet kunnen volhouden. En hoe sta jij daar soms tegenover? Want je moet dan ook een team hebben die jou kan ondersteunen. Ja. Dat je gewoon even kunt zeggen van, jongens, ik moet zo, dus... Help even. Het gaat heel vaak over de principal, want die speelt de solo's. Maar de sectie is eigenlijk misschien nog wel belangrijker. Want de sectie zorgt ervoor dat ik niet alles hoef te doen. Ja. Ik vind het wel leuk om veel te doen. Dus daar zit soms wel eens een beetje wrijving in. Als ik alles alleen moet doen, of als er heel veel gewicht in die partijen op mij komt, ja, dan hou ik niks over voor die solo's. Nee. Dus het is juist super belangrijk dat je een goed team hebt links naast je, die dingen, dat soort dingen op kan. Dus we kunnen zeggen, een goed team maakt ook een goede principal in die zin. Zeker weten. Ja. Goed voorbeeld is Roger Webster. Die deed met de solo's altijd. Hij deed de solo's en dan doet hij dan. Ja. Dat is eigenlijk de manier hoe het moet. Maar dat kan niet altijd. Nee, dus dat klopt. Nee. En even kijken. Mijn vrouw heeft ook nog een vraag voor je ingestuurd. Ik ben heel benieuwd. Ja, wat is dat toch bij jou? Is dat nou talent of heel veel oefenen? Nou, we hebben net al gehoord 1 uur per dag. Ja. Dus ik denk wel echt oefenen. Toch wel oefenen? Ja. Nou, ik gok dat er ook wel een stuk talent ergens zit. Ja, nou, ja. Maar dat het oefenen het er wel uithaalt. Ja, ja. Ik sla wel eens een dag over, omdat ik... je hebt ook rust nodig, zeker met zo'n klein monsterkie. Ja. Dat is wel echt uren die je erin moet stoppen. Ja, dus uren erin stoppen. Ja, ja. Heel belangrijk. Zeker weten. Dan zijn we eigenlijk al een beetje aan het einde van het hele verhaal. Wil jij verder nog iets kwijt? Hebben we iets nog niet behandeld? Dat je zegt van, oh, maar dat wil ik zo graag nog even vertellen. Nou, ja, nu je het, ik heb wat ik nog wil doen, is binnenkort ga ik voor het eerst in een soort van soloconcert. Dat doe ik nog. Ja, het is de eerste keer, dus dat is leuk met Concordia Oldebroek. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. En dat is ook weer een soort nieuwe ervaring. Dat is toch even net anders. Wat jij vaak vraagt als solist? Of nee, nooit. Dus nooit. Het is de eerste keer. De eerste keer? Ja. Oh, wat leuk, man. En wat ga je spelen? Song and Dance en Don't Doubt Him Now. Dat is een heel mooi langzaam liedje. En Jesse Kuipers doet ook mee. Dus die speelt 2 werken. En dan doen we ook nog wat dingen samen. En het koor van de Amsterdam Staafband is er ook bij. Dus Jesse dan ook nog een stukje en ik doe ook nog wat. Dus okay. Hele happening dus. Ja. Wanneer is het? 16 maart. In Oldebroek?
Ja, dat weet ik. Denk het wel, want het is een jubileumconcert. Dus oh, we okay. bestaan nou, dat zal een hoofd 100 jaar. Goed, ga naar Concordia Oldenbroek en ja, zoek dan, het vooral dat op. Staat er. Ja, ja. En het komt via de socials ook nog wel. Nou, hartstikke leuk. En nog een andere, waar kunnen mensen jou vinden? Stel je voor dat er een paar mensen denken van, nou, dat waren hele goede tips. Ik wil wel eens even weten wat die robot daar nog meer van weet. Waar kunnen ze je benaderen? Facebook, Insta. Goed, je bent overal te vinden. Ja, ja, dus ik ben ja, niet zo moeilijk te vinden inderdaad. Nou, dan komt dat helemaal goed. Hey, ik wil je heel erg bedanken voor het verschijnen in de podcast en al deze leuke informatie die je gedeeld hebt. En jullie, bedankt voor het kijken en luisteren naar deze aflevering. En je helpt andere mensen de podcast te vinden door even in je favoriete platform het te liken en even te subscriben. En als je op YouTube kijkt, like het dan ook en subscribe vooral, want dat helpt mij weer enorm. Tot de volgende aflevering. Doeg!